Yes, hier Mario Maas vanuit het Mariniersmuseum Rotterdam. Kennen jullie deze nog? Dit is de BV-206. Het voertuig waarmee mariniers zich bijna overal ter wereld kunnen verplaatsen. Check dit. Rupsbanden zorgen ervoor dat de BV zich makkelijk verplaatst door een dikke laag sneeuw of de zompigste modder. Oké, genoeg over auto's. Wat deze BV echt bijzonder maakt, vind je in het achterste deel. Op missie moeten mariniers constant belangrijke keuzes maken. Hiervoor kunnen ze niet rustig de tijd nemen, zoals bij het uitkiezen van een film of wat je gaat eten. In een gevaarlijke situatie moet de marinier direct een beslissing kunnen nemen. Hier, achter in de BV, kun je zelf ervaren hoe dat is. Je krijgt te maken met waargebeurde verhalen en bepaalt zelf wat jouw keuze wordt. Vervolgens zul je zien hoe deze uitpakt. Oh ja, vergeet trouwens niet, wanneer je naar het museum komt, om een mondkapje mee te nemen.